welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we lekker bij met Dead Space. En dit is ook nog eens de remake. Holy shit. Vandaag gaan we lekker weer die verder spelen. Kan je meer zin in hebben. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Doe belletje aan. Zou ik lachen vinden. Zou leuk zijn. En laat gewoon weer lekker in de game duiken. Let's go. Dat kan je niet echt nog aanpassen heel erg. Pick up. Pick up the phone. Oh ja. Yeah. Unlocked. Ik weet alleen maar zo goed waar we heen moeten. Hebben we niet een map of zo? Waar we kunnen kijken? Ja, die hebben we. Het is altijd M, hè? Eerlijk? Een mappie? Dat is altijd M. Alleen. Oké, met pijltjes, ja. Oh, wel deze kant op. Oké. Dan doen we dat. Dan doen we dat ook gewoon lekker, hè? Dat is gewoon geen enkel probleem. Dan vind ik dat ook gewoon een goed idee. Maar ja. Deze deur is echt helemaal fucked. Hier moest ik heen? Nee. Daar moet ik helemaal niet heen. Ik lieg tegen jullie. Dat is niet de bedoeling. Ik moet terug. Ik moet helemaal terug, joh. Dat is helemaal niet waar. Fuck. Oké. Maar ik zeg dat het spel ziet er wel goed uit. Het is wel qua grafische beelden. Oh mijn god. Het ziet er niet slecht uit. Toch zo. Deze kant op. Ik check altijd even de map. Ja, zo deze kant. Oké, top. Links of rechts? Nou, op zich, ik denk dat ik naar links moet. Want dat is echt letterlijk de enige weg die ik kan lopen. Alright, no power. Ah joh, gek. Kom dan. Noob. Kom, ik zeg, kom dan. Woe. Oh, let's go. Ik zorg ook net niet te vallen. Waarom gaat dit beest niet dood? Ik wou echt net zeggen. Waarom ging dit beest ook gewoon niet dood? Waarom niet? Hallo? Wat wou je daarmee bereiken? Oprecht. Turn on. Turn the shit on, bro. Volgens mij moeten we meer van die shit vinden. En dan kan deze wel open. Dus op zich is dat ook wel erg lekker. Safe station. Laten we voor zeker dat even doen. Het is gewoon altijd handig om... kleine reminder chat, altijd safe als het kan. Altijd, heel handig, altijd doen. Vooral bij PC games, dan vertrouw ik het al helemaal niet. Oké, let's go. Open the shit up! Waar zijn we nou weer beland? Hallo! Oh, ik moest gewoon reloaden. Ah joh! Kom dan! De game is wel heel bloederig, ik zeg je heel eerlijk. Dit is echt zo'n Peggy 18 momentje. Deze game is echt best wel bloederig. Het is gewoon zo. Ah joh! Hallo? Maar jullie hebben een helpbar of zo, hè? Of heb ik dat wel? Nee, ben ik nul dood? Hou op. Hou op, ben ik nul dood? Na een paar hits? Na een paar hits? Oké. Ja, dan heb je hem toch gewoon te pakken, hoor. Dan kan je zeggen wat je wil, maar dan heb je gewoon te pakken, eigenlijk. Na een paar hits al. Jeetje meneetje. Zit me echt tegen. Zit me echt tegen. Ah joh. Doei. Sukkel. Ah joh. Dat was ook niet zo heel handig voor mij. Dat was ook niet heel handig. Oké, sure. Komt er nog een. Ja, ik dacht al te zien. Ik dacht je al te zien in mijn achterhoekie. Dat dacht ik al te zien, hè? Ja, daar was hij gewoon. Ja, gewoon te pakken, man. Noob. Alright. Gewoon te pakken, kan je zeggen wat je wil, maar die had gewoon... Ah joh, gek. Mafkees, mafklapper. Hallo. Dood. En zo makkelijk aan het zijn, zet. Ik zeg heel eerlijk. Zo ongelooflijk makkelijk kan het spel zijn. Zo makkelijk... Oh joh, nog één. Eén leven. Ik had letterlijk maar één leven. Oké, hoe heal ik? Kut. Hoe heal ik? Oké, dat moet ik even opzoeken. Ik zeg het heel eerlijk, dat wil ik echt even weten. Hoe heal ik? Kan ik überhaupt healen? Just met het. Oké, F. Het is F. Dat weet ik niet, oké. Oké.
Activate, let's go, let's go, let's go. Let's go. Wat dan? Hoppatee. Dat zijn we gewoon, dat doen we. Dit is gewoon hoe videogames werken, soms zo, ja. Die zijn we gewoon boven. Oké, bovenverdieping. Oh, er staat gewoon een poster van iemand, wat fuck. Zie? Uitgang, oké. Alright. Kan ik neer craft of is dat niet echt, zeg maar, het idee? Maar dat ik gewoon zo'n, weet ik veel, kan je wel iets craften of niet? Zodat je gewoon een medkitje maakt of zo? Oh joh! Gek! Ah! Sla hem dood! Kom dan! Ja, kom dan! Hey joh! Gek! En mij krijg je niet te pakken hoor! Mij krijg je niet! Maar dat kost wel mee je levens dit. Dat was wel jammer. Ik zeg eens heel eerlijk, spijtig genoeg is dat wel het geval. Geweest. Workplace. Oh, we hebben er nog een paar nodig. Oh, nog een paar nodig. Nog eentje. Om precies te zijn. Nog maar eentje. Hè? Text lock. Dit ga ik niet allemaal lezen. Maar ik snap niet. Engineers. Oké, G-Ride. Oké, let's go. Maar nu, we hebben nog eentje nodig. Maar eigenlijk twee, maar... Twee. Het werkt nog niet. Dat zei dat heal is echt iets van... Oh joh! Nog één! Rot op! Oh joh, gek. Doei! Ga weg jij! Ik schrok me kapot, echt letterlijk. What the fuck? Hoe kan dit? Nee, ik was gisteren nog zo van, ik moet geen horror games spelen in de ochtend. Ongelooflijk kut idee, hè? Ja, ik moet even die andere vinden, man. Ik zeg het heel eerlijk, dat is wel mee hoe het werkt. Please speel horror games in de ochtend. Wilbo, voor jou wil ik dat best wel doen. Ik zeg het heel eerlijk. De feel is wel minder, omdat het buiten licht is en zo. Maar voor jou wil ik best wel een horror game spelen. Dus alsjeblieft, hier is Dead Space. Enjoy, Wilbo. Wilbo Live, van de Wilbo Live. Enjoy, ja. Thanks, I love horror games, man. Ja? Ja, horror games zijn wel lachen. Ik zeg, ik had laatst met altijd Melvin ook erover, hè. Letterlijk, er zijn eigenlijk veel te weinig van echt hele goede... Je hebt Dead Space natuurlijk en je hebt Resident Evil. Maar er zijn zoveel meer adventure games en al die andere AAA's in plaats van horror games. Zeg maar, die echt legendarisch goed zijn. Ik vind dat er te weinig legendarisch goede horror games zijn. Eerlijk, er worden zo weinig horror games uitgebracht in vergelijking met andere genres. Ik vind het oprecht. Dat is echt zo. Het zijn gewoon veel te weinig. Ze mogen van mij echt best wel meer horror games gaan uitbrengen hoor. Gewoon meer van dit. Zodat je eens een beetje space, dus alien-achtig. Ze mogen ook best wel wat van mij, zeg maar. Zombies-achtige dingen maken. Dat mag allemaal. Waarschijnlijk omdat games zijn zo duurzaam te maken. Dat om winst te maken moet iedereen het leuk vinden. Sommigen zijn te baby horror games. Dat is wel zo. Helaas is dat wel de werkelijkheid. Oh kut, we hebben natuurlijk dat ding verplaatst, hè? Misschien dat de reden dat nu die lift niet meer werkt en nu niet meer weg kunnen. Dat zou best wel een reden kunnen zijn, ja. Heb jij deze game gespeeld, Wilbur, of niet? Nee, ik weet niet of je toch bezig bent, maar... Heb jij deze game gespeeld? Oh, wat dan? Ja, ik moet zeggen dat... Ja... Ja, wel een punt natuurlijk. Dat is zo. Nog niet. Ik heb wel liggen. Ik ben heel hype. Maar toen kwam Hogwarts Legacy uit. Ja, het is wel zo. De timing was niet echt aanwezig. Ik had echt precies hetzelfde. Alhoewel ik Hogwarts Legacy ook nog steeds moet uitspelen. Maar ik had wel een beetje hetzelfde, ja. Want ik ben daadwerkelijk van plan. Chat, geloof het niet. Ik ben daadwerkelijk van plan om Hogwarts Legacy uit te kunnen spelen. Ik ben het echt daadwerkelijk van plan. Oh, ik hoor weer zombies. Aliens. Oh joh! Oh joh! Gek! Maf klappert!
Oh, ik heb geen idee. Kom wel. Ah, achterboog! Wat heb ik een sandwich? Ik heb een goor sandwich, Giro. Ik kan ook niet healen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh. Dat is echt heel dom. Waarom deed ik dat? Hallo. Ik heb geen kogel, ik heb niks. What the fuck wil je dat ik doe? Letterlijk. Ook dat zijn kogels. Er zijn gewoon drie ook, hè? Er zijn gewoon oprecht gewoon drie geworden. Wat wil je dat ik doe? Chat, hey, goeie vraag. Wat wil je dat ik doe? Wat wil je werkelijk dat ik doe? Goeie vraag. Geen antwoord op. Sorry. Wat wil je dat ik doe, man? Ik vind het gewoon nice als je je best doet, hè? Ja. Ja, de game alleen vindt. Dus ik denk dat de game er anders over denkt. Maar ik ben wel blij dat je dat alsnog support. Dat hij zijn best. Is wel zo. Ik doe altijd mijn best. Glenn heeft hier hartstikke gelijk in. Hallo. Hey, joh. Ah! Doei. Ik dacht dat je dood was. Mafklappet. Nee, hallo. Nee, niet nog één. Kut even op. Ja, nu gaan we zo'n cycle in, weet je, die ik ook een beetje had met Returnal, dat ik elke keer dood ging. Dat is wel een beetje de cycle waar we in gaan. Welkom bij een nieuwe era. Een nieuwe era waarin ik elke keer dood ga. Welkom. Ik hoop dat je netjes in hebt. Oké. Okay. Kijk, jij weet wat ik ga doen? Oké. Dan kan je doorbreken door niet dood gaan. Dat noem je echt een mind game. Gek. Ga dood. Alsjeblieft. Doei. Waarom heb je ook zoveel kogels nodig? Ik ben echt gewoon helemaal kwijt. Ah! Doei. Waarom hebben ze zoveel kogels nodig? Hallo. Hou op. Hoe leef jij oprecht nog? Ga dood, bro. Ga echt op. Alsjeblieft. Echt. Sterf. Nee. Doei. Nee. Ga weg. Op de... Ja. Hoppa, daar zijn we gewoon. Oh. Hij is ook dood. Waarom ging jij dan wel heel snel dood? Dat vraag ik me dan wel af. Waarom hij dan wel zo snel dood ging en de rest niet? Dat weet je wel weten. Ja, echt wel. Carl. Nog meer? Hallo? Ah joh! Ben je asking real question? Ja, nogal. Zo ben ik, hè? Dat is letterlijk hoe ik ben. Ik ging wel heel erg naar de getver. Daar ging die explosie ook. Oh my god. Wat goed. Ongelooflijk goed. Kijk, dat zijn de real gaming moments. Die beleef je hier op Twitch.tv is Peter. Ben je er niet bij? Niet mijn probleem. Ja. Dat is goed zit. Oh, we kunnen gewoon nog hierheen, joh. Oh. Ken je dat moment dat je ergens zit van echt gewoon een uur lang misschien... Oh, kut. Ik heb nu gewoon een rondje. Oké. Maar zeg, ken je dat moment dat je in zo'n videogame zit? Echt een hele vette videogame. En dan weet je gewoon niet waar je heen moet. En dan denk je zo van... En dan heb je het opeens door en denk je zo van... Ik ben zo dom. Dat is wat ik nu niet heb. Want... Ik loop gewoon rondjes. Maar goed. Working and lurking... Ja, dat moet ook gewoon gebeuren, boy. Dat moet ook gewoon gebeuren, dat werken. Ja, daar heb ik gewoon gelijk in. Veel plezier, man. Dankjewel. Wordt gewaardeerd. Hoe hier. Maar hij zit daar. Ja, die zit daar, hè. Maar hoe gaan we dat fixen? Oh, ik heb een idee. Zet ik heb een heel slim idee. Ik heb misschien het beste idee ooit. Oké, chat. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Oké. Stel nou, we gaan nu naar boven. En we verplaatsen een van die... batterij met een andere plekje. En dan kunnen we die deur openmaken en dan hebben we die andere en dan zijn we er letterlijk. Dat is dan letterlijk hoe de videogame in elkaar zit. Hallo. Dat vind ik oprecht echt een hele goede. Holy, waarom ben ik zo slim? Het is dat ik geen VWO gedaan heb of zo, maar... Ah! Wegwezen, ga weg. Is er ook zoveel kogels nodig, hè? Echt. Soms heb ik eigenlijk het gevoel van dat sommigen gewoon meer damage doen dan de rest.
Ja, dat gevoel krijg ik wel een beetje van. Kijk op haar, nu heeft het gedaan. Nu is het echt compleet donker. Hallo. Als nu opeens zo'n guy tevoorschijn komt, dan word ik misschien een klein... Oh! Nee, niet weer mijn kogels. Oh nee, oh nee, oh nee. Niet weer! Hallo! Doei! Ga nou dood! Wees weer hoor. Hoppa. Ik schrik echt soms om de kleinste dingen. Dat, ja. Het is spijtig, maar het is echt zo. En daar kan ik ook gewoon weinig aan doen, hè? Daar kan ik ook gewoon weinig aan doen. Maar. goed. Hoe was trouwens nog die Ghost Corps gisteren, Wilbo? Hoe was dat? Ja, ik was mee afgeleid omdat de Champions League gisteren was, maar. Dat was nog een beetje leuk. Ah! Oké, maar nu heb ik geen kogels meer. Dat gaan we genieten, hè? Dat vind ik wel mooi om te horen, joh. Lekker spokeren, ja, joh. Ik ga me dood betekenen misschien, ik weet het niet, maar. Ah, meer! Hoe zijn er van jullie? Hou op! Hoeveel wil je er hebben? Game! EA! Hoeveel? Leg het me uit! Hallo! Kom op! Hoeveel heb je nodig, man? Zeg maar echt 5 of zo. Het is toch insane? Het is gewoon... Ik zat echt, what the fuck? Maak het mee, joh! Dit is de cyclus waar ik het over had. Dit is dus die cyclus waar ik het over had. Oh. Ja. Ik mag aan de vorm. Ik doe gewoon mijn best. Beter dan dat kan ik niet doen. Ik ga hem 1 keer proberen, chat. En dan word ik gewoon langzaam gek. Hoe leef je nog zonder kop? Echt letterlijk. Letterlijk een kip zonder kop. Hallo. Ja, hallo. Doei, doei, doei. Doei. Sukkel. Ah, eeuw. Sla hem gewoon dood. Deze guy is toch al bijna de getver. Dan ben ik gewoon een leven kwijt. Wat van? Pas maar. Let's go! Kogels. Dat is precies wat ik nodig had ook, hè? Dat is echt letterlijk wat ik nodig had. Van die boel. Van die bullet. Nog één. Hallo. Kan ik hier gewoon eraf gooien? Hallo. Ja, je moet echt altijd om je hoek kijken, joh. In dit speltje. Dit spel kent geen rust. Dit spel kent geen rust. Dat kent hij niet. Dat vindt hij moeilijk. En dat kan gewoon. Dat kent dus gewoon. Ja. Vond je dit nou een leuke video? Dram een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Druk ook even een andere video'tje aan. Zou ook wel lachen zijn. En ik spreek je gewoon weer terug bij een volgende nieuwe video op dit kanaaltje. Als je dus de stream aan het kijken bent, is geen outro van de stream. Het is meer mijn outro van mijn video. Hey, outdoen hè.